De pomphouders zijn ook geschrokken van de verhoging van de benzineprijzen. We hadden wel een stijging verwacht, maar niet op zo'n manier. Zo reageerde ondervoorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, Sirojani Yanki. De ondernemer is enorm verrast met de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de pompprijzen. We zijn compleet als ondernemers verrast met deze actie. Vooral waar het om een verhoging gaat van 25%. En dat is heel veel. Yanki zegt dat de prijsverhoging niet alleen ligt aan de verhoging van de wereldmarktprijzen. Volgens haar moest er beter overleg plaatsvinden vanuit de overheid. De consument als ook de handelaar moet degelijk op de hoogte zijn van wat komt. Ze eigenlijk niet steeds mee zijn gegaan. Het is achtergehouden. De overheid geeft ineens korting dat we moeten betalen. Daarna komt gaat de prijs dan toch wel omhoog. En dan zeggen ze dat ze een. We hebben een gesprek met ze gehad hoe het eruit zou gaan zien. Maar we zouden nog met ze praten, want eigenlijk wilden we ook ervaringscijfers hebben. En ze zouden een gemiddelde nemen, een maandgemiddelde. Maar je hebt verschillende internationale prijzen. En we weten niet van welke zij zouden hanteren. Maar het zou allemaal op de website te volgen zijn. En dat zou allemaal te volgen zijn voor iedereen, want die vraag had ook gesteld. Maar dat is niet bekendgemaakt. Wij zijn als ondernemers compleet pas hiermee. Tot zover Sirojani Yanki, ondervoorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond. In een persbericht van de communicatiedienst Suriname maakt de regering bekend dat ingaande 3 juli een nieuw systeem voor pompprijzen wordt gehanteerd. Er worden nu maximumprijzen vastgesteld voor een periode van een maand. Ook is er een nieuw subsidiesysteem geïntroduceerd. De maximumprijzen voor diesel en gasoline zonder additieven bedraagt 15 SAD. Voor gasoline met additieven is dat 19 SAD en 15 cent.